vind ook echt dat iedereen deze aflevering moet kijken. Ik ben zo erg verslaafd aan Netflix-series. En ik gun het mezelf ook wel, want ik kijk bijna geen tv. Ik heb ook een app, dat is NL Ziet. Daar kijk ik dingen terug die op televisie zijn geweest die ik graag terug wil zien. Maar vooral gebruiken we dat voor Yola, die dan zo nu en dan het Klokhuis kan terugzien. En ja, dat bevat leerzame dingen, dus dat is heel goed voor haar. Maar verder kijken we eigenlijk alles gewoon via Netflix. En daarom heb ik al mijn 2017 topseries voor jullie op rijtje gezet. Ontdekt in 2017. Ik wil dus niet zeggen dat ze per se allemaal uit 2017 komen. Maar ik heb zelf dit jaar gekeken. En dit was mijn top 10. Ozark. Of Ozark? Ozark. Dat was niet echt een serie waar ik echt... hij staat dan ook op nummer 10. Waar ik echt heel veel achter elkaar wilde zien. Of waar ik echt aan dacht tussendoor over de dag. Weet je wel, ken je dat? Dan zit je al helemaal te denken van, oh, die wil ik weer zien. Het gaat over een man en die komt eigenlijk een beetje in een soort, ja, een beetje een vergelijkbare situatie als met Breaking Bad. Hij zit in een situatie dat hij de criminele dingen moet gaan doen. En dat is dan altijd een beetje, ja, dan heb je het wel te doen met zo iemand. Husband's partner was murdered. What? Let's all stop playing this game, shall we? The lying, the running. Aren't you both tired? Er gebeurt heel veel en op een gegeven moment wordt het hele gezin erin meegezogen. En ja, het is heel erg spannend. You, me and her. Oké, okay. Nu zul je misschien denken, oké, Dies, nou, dit gaat namelijk over een stel wat nog met een andere meid erbij een soort driehoeksverhouding krijgt. En hoe zich dat allemaal dan ontstaat. Ik vind het heel erg leuk om te zien, maar ik ben wel zelf heel erg open-minded ook met dit soort dingen. Dus... ja, ik vind het heel erg leuk. We're together. We're a throuple. Het was ook niet zo'n serie dat ik echt dacht van, ik moet in één keer alles achter elkaar zien. Ik heb volgens mij nog een keer een periode gehad dat we het dan weer even niet keken. En toen hadden we weer niks om te kijken en toen keken we het weer. Dus zo'n serie was het dan weer wel. 13 Reasons Why. Ja. Bart die had echt zoiets van, why kijk je dit? Omdat het vooral voor jongeren heel erg goed is, denk ik. Maar ja, ik weet niet. Op een of andere manier wilde ik het toch allemaal zien. Wat ik ervan vind is, natuurlijk vind ik het een super zielig verhaal. Het gaat dus over een meisje die uiteindelijk zelfmoord heeft gepleegd. En in haar tapes aan al haar vrienden vertelt waarom ze dat deed. En in wat, ja, hoe dat allemaal ging. Maar ik vind het wel eigenlijk heel erg om te zien dat iemand zo... heftig kan denken over bepaalde situaties of over gepest worden of om in zo'n situatie te komen. Maar misschien is dat tegenwoordig onder de jongeren anders. Ik weet niet. Ik vind het wel heel erg heftig in ieder geval. Maar toch triggerde iets in mij om het af te willen kijken. Je wilt toch het einde zien. Je wilt toch het einde weten. Ik vond het einde dan wel weer een beetje zo van, was dit het nou? Ja. 7. Better Call Saul. Ja, omdat ik natuurlijk zo'n fan was van Breaking Bad, moest ik natuurlijk ook Better Call Saul gaan kijken. Dat is eigenlijk, het gaat over de advocaat van Breaking Bad. En dan heeft hij weer zijn hele eigen serie gekregen. En die komt eigenlijk ook in allerlei situaties. Het is gewoon te lachwekkend voor woorden. En tegelijkertijd ook gewoon een goede serie. Dus ja, ik hou er wel van. Die humor... De echtheid, maar toch ook gewoon een heel erg bizar verhaal. Ja, leuk. Narcos. Volgens mij was er dit jaar weer een nieuw seizoen gekomen. Dus uiteraard hebben wij weer Narcos gekeken. Ook een hele goede, vooral omdat je ziet wat er een beetje is gebeurd na het hele Pablo Escobar verhaal. 5. Bloodline. Gaat dus over een man die een soort van als in een... ja, in heel veel oplopende irritaties heeft naar zijn broer. En uiteindelijk vermoordt hij zijn broer. En daar heeft hij dan heel erg veel spijt van. En dan zie je eigenlijk het hele verhaal erom. Dat het dan toch een soort van bijna ontdekt wordt dat hij het heeft gedaan. Ja. 4. Gypsy. Gypsy heb ik nog niet zo lang geleden gekeken. Er is ook helaas maar één seizoen van. Het gaat over een vrouw die psycholoog is. I'm thinking it over.
I used to believe that people determined their own lives, our desires. Jane, we're just here to listen. At the end of the night, we go home to our lives and they lead theirs. En die raakt eigenlijk een beetje verward in de levens van haar cliënten. En op een gegeven moment kom je er dus achter dat ze zelf ook een heel dubbel leven leidt. Waarin ze echt een heel ander persoon is. Hij doet je echt nadenken. Weet je wel, dat je echt denkt van, wow, oké. Ja, op 3, girl boss! Know what your shit's worth, because you just got played. So what exactly is your business? You know how people flip houses? Well, I flip clothes. Boom! Dollar bills, y'all! Ja, dit was echt een serie. Die heb ik volgens mij, die heb ik sowieso zonder Bart gezien. Die wilde hem echt niet zien. En ik heb hem volgens mij echt in 1 of 2 avonden heb ik hem afgezien. Volgens mij is het ook maar 1 seizoen. Één seizoen maar. Het gaat dus over een meisje, vrouw, meisje wel meer, die haar eigen bedrijf begint. Door, in het begin begint ze dus met het verkopen van vintage kleding op eBay. En daar groeit ze dan in, maar ze komt ook allerlei keren komt ze zichzelf tegen. En ik herkende mezelf daar heel erg in en daardoor vond ik het denk ik heel erg leuk om te zien. Maar het is ook heel erg leuk om te kijken als je jezelf wil motiveren, dat je echt denkt van oké, je hebt niet altijd dat diploma nodig of iets nodig om ergens ver in te komen. Als je maar doorzet en passie hebt ergens voor. Op 2 heb ik dan toch nog boven Girl Boss, want toch wel gewoon echt heel erg goed. En dat was Ray Donovan. Ja, ik heb nog steeds met Bart hebben we gewoon zinnetjes eruit die we herhalen tegen elkaar. En er zitten gewoon hele goede stukken in. Het gaat over een, wat is hij eigenlijk? Hij is een soort privé, crimineel, inhuurbaar. My name is Ray Donovan. We're gonna have a talk. Dad, what's going on? You need to come with us now, Bridge. Iemand die klusjes oplost als er problemen zijn. Ja, ik weet het. Het is moeilijk uit te leggen wat die gast nou eigenlijk precies doet. En dan op 1. Ja, dat vond ik echt de allerbeste serie van 2017. Met stip ook nog 1 aflevering. Ik vind ook echt dat iedereen deze aflevering moet kijken om zichzelf te realiseren waar wij naartoe gaan met de wereld. Black Mirror is namelijk een serie die een beetje een soort beeld geeft van wat de toekomst zou kunnen gaan zijn voor ons. En er zitten hele bizarre dingen tussen. Maar er zit ook een kern van waarheid in. Het zou echt kunnen dat dit soort dingen gaan gebeuren in de toekomst. Ik wil niet zeggen misschien in ons leven, maar misschien ook wel. Dat ligt eraan hoe snel het gaat met de technologie enzovoort. Ik denk dat dat ook eigenlijk in de titel zit van Black Mirror. Van zwarte spiegel. Het houdt ons een spiegel voor. En er is dus 1 aflevering van afgelopen seizoen. Dus er zijn wel 3 seizoenen, maar het zijn heel weinig afleveringen. Dat is echt heel jammer. En de nieuwe, daar zit ik echt op te wachten. Ik krijg elke keer op Netflix, YouTube, allemaal filmpjes te zien van nieuwe trailers en zo. Maar elke keer ga ik kijken op Netflix en er staat er nog steeds niet op. Dus ik word helemaal gek. Ik zit echt te wachten. Ik wil ze zien. De aflevering die je echt moet zien. Het zijn dus allemaal van elkaar losstaande verhalen eigenlijk. Dus je kan gewoon elke aflevering apart zien. Maar Nosedive vond ik echt de beste aflevering. Dan krijg je een soort blik op hoe social media zichzelf zou kunnen ga vormen en hoe ik ook echt denk dat het zich gaat vormen. Door het middel van een soort puntensysteem kun je elkaar punten geven wanneer je elkaar ziet. En ook wanneer je elkaar niet ziet. Maar het gevaarlijke is dus dat je iemand direct kan beoordelen. En op een gegeven moment krijg je een soort ranking. En dan ben je dus, is dat dus ook jouw status. En daarom staat er voor mij nummer 1. En dat waren al mijn series. Jouw favorieten van 2017? Let me know below. Ik ben heel erg benieuwd naar nog meer series. Want dat is ook weer inspiratie voor mij. Nou, ik hoop dat je het grappig vond, zo'n video als dit. Als je dus ook video's wil zien waarbij ik bijvoorbeeld een top 10 van mijn leukste films maak, dan laat me weten. Dankjewel voor het kijken voor vandaag. Abonneer en geef duimpje enzovoort. Je kent het.
Doei doei. Mwah. Later. Rock that joint.